Ja, Laurent Anquin, proficiat, play-off 2 is een feit. Ja, dat is waar, dank u. We wisten al gisteren dat we zijn gered, dus we kunnen deze wedstrijd spelen zonder druk. En ja, oké, nu play-off 2, want de andere ploegen hebben punten verlies, dus we zijn blij om de play-off 2 te spelen. Ja, tegen KV Mechelen bleef het 0-0. Wat onthoud je uit die wedstrijd? Ja, we hebben veel kans gehad. We moesten misschien meer efficiënt zijn voor de doelen, maar oké. Als je ziet, we zijn een jonge ploeg en als je ziet Mechelen met veel ervaring speler. Oké, we houden de nul. Misschien we moesten 3 punten pakken, maar oké, geen punt is toch goed. We spelen toch een play-off 2. Dus misschien hier de laatste wedstrijd thuis, we moesten misschien winnen, maar oké. Ik denk dat de supporters zijn blij over het seizoen. En dan we willen toch een goede play-off 2 spelen. En de nul houden als keeper doet toch ook altijd thuis, denk ik, hè? Ja, dat is goed, want deze jaar het was een paar momenten moeilijk. En nu we spelen meer met organisatie. We hebben een beetje meer ervaring. Oké, we zijn ook, ik zeg het nog, een jonge ploeg. We moeten het leren, want we maken toch een paar fouten. Maar als je bent een keeper, als je houdt de nul, het is altijd goed. Ja, voordat we aan play-off 2 beginnen, hebben we nog een wedstrijd in Westerlo. Ja, hoe gaan we die wedstrijd aanvatten? Hoe vat je die aan? Met welk idee? Ja, oké, we weten dat Westerlo moet 3 punten pakken tegen ons, maar we willen alle wedstrijden winnen, dus we gaan geen cadeau geven daar. En dan als we mogen ook 3 punten pakken, het is heel mooi als je het seizoen gedaan met 36 punten, dat kan mooi zijn. Heb je misschien nog een boodschap voor de supporters? Ja, ik hoop dat de supporters komen met veel mensen op het stadion voor de play-off 2. Want we willen ook een goede play-off 2 spelen. Misschien hopen we iets gaan halen. Kan Waasland-Beveren play-off 2 winnen? We zullen zien de groep. Ik denk we hebben niks te verliezen, dus waarom niet? We zien als je speelt met veel mentaliteit, met veel organisatie, je kan alles doen hier thuis. Als je ziet de wedstrijd tegen Anderlecht en ook uit tegen Charleroi. Dus we beschikken van geen ploeg, dus waarom niet? Dat is het belangrijkste. Succes. Dank u wel.